Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik mijn ontslagbrief hier aan u overhandig en aan u als raad, heb ik u nog toegezegd mijn persoonlijke overwegingen met u te delen. Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad. Via u richt ik mij tot de gemeenteraad en de inwoners en ondernemers die ik zo lang met groot genoegen naar eer en geweten heb mogen dienen. Siebrand, ik vind het leuk dat ik met jou nog heb kunnen samenwerken in deze raad. Ik zie dat we veel gemeenschappelijk ook hebben kunnen bespreken. Ik ben ook blij, Danielle, dat jij bij zo'n fractie als Absoluut Aalsmeer bent gekomen en ook het raadswerk wil gaan oppakken in zo'n mooie gemeente. Gerard, fijn dat wij hebben kunnen samenwerken aan de versterking van de verzelfstandiging van Aalsmeer. Jelle, jij was de eerste die me vorige week contactte. Dank voor je steun. Ronald, jouw immer stevige, edoch constructieve oppositiehouding ga ik enorm missen. En Dirk, dank voor je onvoorwaardelijke steun en kameraadschap. Op een later moment geef ik nog een verdere terugblik op die 13 jaar lange samenwerking in deze gemeente. Vanavond beperk ik me tot mijn persoonlijke overwegingen met betrekking tot mijn beslissing om terug te treden. Er komen van die kruispunten in je leven dat je linksaf of rechtsaf kan slaan. Of je blijft staan, houdt je mond en slikt de meloen. Ik kies altijd rechts. Niet vanwege mijn politieke overtuiging, maar hetgeen ik van huis uit heb meegekregen. Naar voorbeeld van het symbool van de Poolse adelaar, die met zijn kop naar rechts kijkt, wens ik rechtgeaard door het leven te gaan en voor rechtvaardigheid te staan. U kent mij als een bestuurder die er niet omheen draait. Om die reden geef ik u de volgende toelichtende beschouwing, waarbij ik niemand beschuldig, niemand wil kwetsen, slechts mijn eigen ervaren gevoel en mijn persoonlijke mening geef en u deelgenoot wil maken wat voor mij de overwegingen zijn geweest waarom met mijn terugtreden de gehele coalitie, de gemeenteraad en het aanzien van de Aalsmeerse politiek een flinke deuk krijgt. En zelf betaal ik persoonlijk de hoogste prijs. Dit hebben we volgens mij niet echt goed gedaan. We zijn 1 jaar na de verkiezingen. 9 maanden na de coalitievorming. En wat hebben we al bereikt? Of het nu ging om miljoenen belangen in deze raad, of om 22 woningen op een hoek en alles ertussenin. Ik aanschouwde een dieptepunt in de Aalsmeerse democratische besluitvorming. Bij een bruisende en ondernemende gemeenschap die Aalsmeer is, past dat toch niet? De tot dusver weinig opbrengsten van deze coalitiesamenwerking brachten mij weinig energie. Maar ik heb het keer op keer geprobeerd. Voor mij was echter het volgende wel de grens. We kennen allemaal de wettelijke verkeersregel bij een oranje verkeerslicht. Dat is een ander woord voor stoplicht. Wat doe je als het oranje is? Kies je voor je eigen belang, ergens niet te laat willen komen, versus het algemeen belang, de verkeersveiligheid van iedereen die aan het verkeer deelneemt? Of denk je, het kan nog wel even? Wat doe je? En wat doe je als je bestuurder bent van een bus en het licht springt op oranje? Wat denk je dan? En wat als die bus vol zit met collega-wethouders, raadsleden en het aanzien van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur? Ik ken mijn eigen antwoord op deze gewetensvraag. En u? In het college kreeg ik door het onderwerp Fort Culestaart diverse situaties onder ogen, waarbij ik zelf een onveilige werksituatie voor mezelf constateerde. Ik kan mezelf niet voorstellen dat als ik tegenover het fort zou wonen en ik zou persoonlijke belangen hebben, ik me zou bemoeien met juridische procedures, wanneer dit, naar mijn mening, niet zou bijdragen naar algemene belangen van de gemeente. In zijn algemeenheid zou ik rondom het dossier fort me altijd maximaal inspannen om me verre van zaken te houden, om de enkele schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Met twee petten op, vind ik, handelen als bestuurder werkt niet. Of je bent lid van het college en dient de belangen van Aalsmeer, of je bent partij tegen de gemeente Aalsmeer. Beide zijn voor mij niet voor te stellen en niet te verenigen. Ik kan me niet voorstellen dat je collega's niet informeert of overlegt als je door Oranje wil rijden. Ik zag een burgemeester die hiermee worstelde.
Ik zag collega-wethouders die hiermee worstelden. Natuurlijk is hierover gesproken. Niet in de laatste plaats met begeleiding van een integriteitsdeskundige. Daaruit bleek dat voor mijn veiligheid en die voor duidelijkheid in het college wederom afspraken nodig waren gezien de opsomming van voorvallen. Hoeveel bypasses zijn er nodig om het werken te houden en de geloofwaardigheid hoog te houden? Je kan je toch niet voorstellen dat je telkenmalen door Oranje rijdt? En wanneer gaat het door Oranje rijden een keer goed fout? In die gesprekken heb ik zelf tot de conclusie getrokken dat een veilige werkomgeving voor mij niet mogelijk was. En samen constateerden we dat het moreel kompas van betrokkenen en mij anders staat afgesteld. Dat kan. Dit moet je toch niet willen, vind ik, als college niet, als coalitie niet, als raad niet. Ik heb het ervaren. Het is niet veilig, het is niet werkbaar en het draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. En overigens wijst mijn moreel kompas altijd naar het noorden. Om deze gewetensoverwegingen treed ik terug als wethouder. Het juridisch kader voor integriteit is smal. Juridisch kan iets wel door een beugel kunnen, maar dat kennen we van de wettelijke berekening ten aanzien van de geluidsoverlast van de luchthaven. Volgens die norm kan er ook heel veel door de beugel. Maar wij weten als meer wel beter. Integriteit is meer. Het ethisch en moreel handelingskader geeft voor mij duidelijk aan dat je verre van de schijn van belangenverstrengeling moet houden en dat je je maximaal moet inspannen om deze schijn te vermijden. Het is voorspelbaar, transparant en betrouwbaar handelen. Dat is het fundament voor samenwerken in een veilig team. Ook als belangen eventueel schuren. Samenwerken is transparant en voorspelbaar gedrag tonen. Juist in dossiers waarvan iedereen weet dat je onder een vergrootglas ligt. Overleg als je aarzelt of je door Oranje kunt rijden. Naar mijn mening is dat volstrekt niet gebeurd. Het valt me niet licht, moet ik u zeggen. Het voelt niet als mijn keuze. En toch is het dat. Ik kies hiervoor. Recentelijk las ik nog een krantenartikelkop die mijn gevoel goed weergaf. Arts maakt fouten, maar ziekenhuis ontslaat de klokkenluider. Een geheel andere situatie, maar het geeft mijn gevoel van onrechtvaardigheid wel goed weer. Desalniettemin is het mijn eigen zorgvuldig en weloverwogen keuze. Intern heb ik dit tijdig geadresseerd, besproken met het college, met open vizier met betrokkenen onder veilige begeleiding besproken, met deskundigen en met gezaghebbende vertrouwenspersonen overlegd. Dat geheel leidde er voor mij toe dat ik me gesterkt voelde in mijn mening en constateerde dat mijn politieke, bestuurlijke en persoonlijke morele grens bereikt is. Met de momenten in mijn leven dat ik de eed heb afgelegd, waarbij ik mij doordrongen was van wat dat betekende in overtuiging en in handelen, voor de rechtbank, als raadslid, als wethouder, als militair, kan mijn geweten zich hiermee niet vereenzelvigen en wil ik hierin dan ook geen enkele medeverantwoordelijkheid dragen. Gesterkt voel ik mij door mijn eigen moreel kompas en geweten, gesteund door mijn omgeving en in het geloof dat ik op één dag met een zuiver geweten verantwoording aan hem zal afleggen. En iedereen in de coalitie en de raad en veel in het dorp weten waar dit over gaat. Rest mij te bedanken tot slot de inwoners, ondernemers, u als gemeenteraad, het college. Dank voor de samenwerking. Ik dank mijn fractie VVD voor een onvoorwaardelijke en collegiale steun. Ik dank de burgemeester voor zijn steun en advies in dit proces. En ik bedank de ambtenaren van Amstelveen en Aalsmeer voor de altijd fijne samenwerking. Ik vertrek hier met opgeheven hoofd, een rechte rug en een zuiver hart. En met trots, met enorm veel trots, dat ik de belangen van deze prachtige gemeente altijd naar eer en geweten heb mogen dienen. Het gaat u allen goed. En ik wens Aalsmeer het allerbeste toe. Dank u wel voor.